letter was je nog op kan letten. De alcohol is sterker stegen in de laatste jaren. Dus op de gevaren kom je tegen in het dagelijks leven, in je eigen omgeving. En iedereen heeft zo zijn eigen alcoholbeleving. We hebben de drinkers en de probleemdrinkers die maatschappelijk vaak tot extreem wegzinken. Het verschil is namelijk moeilijk te zien. Maar jij bent niet meer zo clean, een dagelijks meer als 10. 8 glazen per dag, betekent levensschade. En als je zo 3 tot 5 jaar door blijft laden, maar bij 12 of meer, dan stopt de beschaving. Dan laat je helemaal lichaam aan alcoholverslaving. Als dan de alcohol jouw bloed verlaat, dan voel je dat het misgaat. Dat jij weer aan het drinken slaat. Gewenning, dat is uw verslaving ontstaat. Je gaat steeds meer drinken voor hetzelfde resultaat. Bekende de situatie, besef dan goed dat je het niet meer voor de smaak, maar voor de alcohol doet. De alcohol is van de alcohol. Stop it!